After such a feast, everything is a blasphemy. Sorry for interrupting this beautiful sphere in this church by just, you know, just an ordinary talk. And for those people I address here in English, I'm going to switch to Dutch once again, if you permit me. But if you want a translation in a summary after, you know, you can talk to me at the reception, I'll be happy to provide that for you. Lieve Liebe, ik denk dat het in 1994 was dat wij elkaar voor het eerst tegenkwamen. Of liever gezegd, jij koos mij mede uit als nieuwe UHD bij Letter en Kunst. Maar vanaf de eerste dag dat ik het gebouw aan de Kapoenstraat betrad, was ik er trots op deel uit te maken van jouw school. Want als er iets opmerkelijk is aan jouw loopbaan, dan is het dat jij als geen ander school hebt gemaakt. Als hoogleraar sociale constructie van technologie, SCOT of SDS voor insiders, maar inmiddels is de groep insiders al heel groot geworden, wist jij dat vakgebied op de kaart te zetten. Een vakgebied dat voorheen nog redelijk onbekend was, heeft mede dankzij jou in Nederland een enorme boost gekregen. Jij wist ook talloze studenten en promovendi enthousiast te maken voor deze buitengewoon inspirerende kijk op technologie en cultuur. En ze werden trouwe volgers, niet alleen in Maastricht en in Nederland, maar ver buiten de grenzen in India, in de VS en Australië ben ik ze tegengekomen. Als collega's op een conferentie hoorden dat ik in Maastricht werkte, waar ik sowieso al heel trots op was, dan antwoordden ze vaak, ah, waar je bent Bijker. In alle talen heb ik die frase mogen horen. En inderdaad, die lange ei in onze namen blijft een eeuwig obstakel in de uitspraak. En, hè, wie weet in wat meer. Maar dat schoolmaken heeft ook te maken met de natuurlijke manier waarop jij allerlei beroemde SDS-adepten naar Maastricht haalde. Zodat wij als jonge scholars kennis maakten met alle beroemde namen in jouw school. Van Trevor Pinch en Bruno Latour tot Thomas Hughes. En die laatste heb ik op MIT nog ooit, toen hij ver in de 80 was, een kraakheldere lezing horen geven over de allernieuwste internetontwikkelingen. En ik zie dat, ja, dat jou zonder problemen over 20 jaar ook nog doen. En dan zit ik weer op de eerste rij. School maken, dat deden wij hier in Maastricht. In de jaren 90 tintelde het hier van de interdisciplinair en didactische vernieuwing met PGO als mantra. En jij stond in dat stralende middelpunt van die vernieuwing. Technologie, cultuur en maatschappij als onverbrekelijke drie-eenheid. Natuurlijk hadden wij verhitte discussies over welke discipline het mooiste, het belangrijkst en het sterkst was. Natuurlijk waren er collega's die vonden dat studenten eerst een discipline moesten leren voordat ze geconfronteerd konden worden met allerlei moeilijke bruggen tussen de vakgebieden. Voor jou was interdisciplinariteit altijd een goed passende jas. Als geen ander kon jij de aankomende eerstejaars overtuigen van het feit dat het met het monster van Frankenstein best wel goed had kunnen aflopen als we maar bij hem in de buurt waren gebleven om hem didactisch te begeleiden. Dit zijn jouw woorden. En toen ik eens in een hele moeilijke post op een moderne roman, ja die lazen we toen nog in die tijd, de onzekerheidstheorie van Heisenberg was tegengekomen, legde jij mij dit kwantummechanische principes haarfijn in 5 minuten glashelder uit, waardoor ik in ieder geval dacht dat ik die roman helemaal begreep. En dat is natuurlijk het geheim van een echte schoolmaker. Een geboren didacticus die nooit zichtbare moeite hoeft te doen om leerlingen voor zich te winnen. Maar jouw talent voor schoolmaken heeft niet alleen met het vernieuwende interdisciplinaire karakter van het vakgebied te maken, of louter met jouw karakter. Iemand die echt school wil maken, schrikt er ook niet voor terug om de handen uit de mouwen te steken, stenen te sjouwen en die op elkaar te metselen. En dat deed jij als bestuurder met tomeloze energie en inzet. Ik heb enkele jaren samen met jou mogen samenwerken als decaan in het faculteitsbestuur. En met jouw ingenieursdiploma en mijn diploma als meubelmaker konden wij in die jaren samen lekker aan de weg timmeren. Met Job en Karel als het Maastrichtse CVB-span hebben we gouden jaren beleefd en mochten we ons CWS-schooltje naar beste inzicht ontwerpen en inrichten. Ik herinner me van die tijd vooral de vrolijkheid en de energie. En hoewel we ook moeilijke beslissingen moesten nemen, ging dit altijd in goed overleg. Met Wiebe kon je bouwen en op Wiebe kon je ook altijd bouwen. En dat hebben velen gedaan. Studenten, promovendi, collega's, vakgenoten en bestuurders. In de loop van jouw loopbaan heb je enorm veel mensen enthousiast gemaakt, geïnspireerd, kennis bijgebracht. En dat hebben we vandaag
ook weer mogen meemaken. Ik kom ze nog vaak tegen. Vaak tegen de CWS-studenten van technologische cultuur, de STS-collega's, de SCOT-adepten in binnen- en buitenland. Altijd verwijzen zij naar de school van Wieben. En dat is een enorm compliment. Schoolmaken is niet voor iedere hoogleraar weggelegd. Integendeel, er zijn er maar weinigen die dit punt op hun cv kunnen zetten. Wiebe, 66 is het nieuwe 46 en vandaag is niet jouw laatste werkdag. En dat weet ik net zo goed als Tony en je drie dochters. En ik kan mij dan ook niet anders voorstellen dat ik over 20 jaar nog steeds af en toe kom luisteren naar je adembenemende verhalen. Omdat jij, net als Thomas Hughes, een onverwoestbare meester bent in het uitleggen van de betekenis van technologie voor onze samenleving. Die gave raak jij nooit kwijt. Het blijft voor mij een grote eer en genoegen als ik elke keer als ik in het binnenland en ook buitenland gevraagd word waar ik gewerkt heb, kan antwoorden. In Maastricht, bij de School of Wiebe Biker. Ja.